sta u voor in het ambtsgebed van de gemeente Twenterand. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen, ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging, om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Dank u. Dan open ik de raadsvergadering van 2 juni. Pardon. En ik heb een aantal afmeldingen ontvangen. Er is een afmelding van mevrouw Beulakker, mevrouw Jager, mevrouw Bramer en dan van de heren, de heer Albersen, de heer Engels en de heer Stolte. En wethouder Paters en wethouder Koster zijn niet aanwezig omdat ze een bijeenkomst bijwonen van stichting Kant nog wel. Dus vandaar dat ik dat meld. Ze zit ook niet in de raadzaal, maar ze zit in de trouwzaal. Hadden ze anders gezeten, maar ja, dan zitten ze daar ook niet. Ik hoop dat ik iedereen heb afgemeld en dat u allemaal de presentielijst heeft getekend. Nee dus, er eentje. Want anders dan haalde het quorum wel, maar dan heeft ook iedereen de presentielijst getekend. Ja, zoals u weet zitten we toch wel in een hele bijzondere situatie. En u heeft ook een aantal punten ontvangen via de Griffie, uitgangspunten om coronaproof met elkaar te vergaderen. We zitten allemaal op 1,5 meter afstand. Dan hebben we echt de hal en de raadzaal samen nodig om met elkaar te kunnen vergaderen. Alle maatregelen zijn ook genomen. Ik vraag u ook om dat te respecteren, om die 1,5 meter afstand ook in acht te nemen. En straks bij wisseling tijdens de raadsdebatten, dan zal ik ook zeggen van blijf eerst even staan als u gaat wisselen van spreken, dat iemand anders het debat zal voeren, zodat ook de bode de microfoons kan schoonmaken voor de volgende. Dus het is allemaal toch wel op deze manier ingericht. Ja, normaliter zitten er natuurlijk ook inwoners of anderen zijn welkom bij een raadsvergadering. Maar nu is uitdrukkelijk het verzoek gekomen tot iedereen om thuis te blijven. En ik hoop dat u thuis het ook allemaal goed kunt meemaken als u verbonden bent met deze raadsvergadering. En ik heet u allemaal dan ook raad, college, aanwezigen en luisteraars van harte welkom. Ik ga naar de vaststelling van de agenda. Wenst iemand over de vaststelling van de agenda ook het woord? Kunnen we, dat is niet het geval, kunnen we dan de agenda conform vaststellen? Dat doen we ook en dan gaan we de agenda verder afwerken. Het is een akkoordagenda. Het is allemaal stukken waarvan aangegeven is dat u er niet over wilde spreken in een raadsdebat. Dus ik ga eerst naar agenda punt 3. Bestemmingsplan buitengebied Twenterand. Partiële herziening Zomerweg 25, Linderweg 2, Linderweg en 1544. Wens iemand een stemverklaring? Wens iemand stemming? Dan is unaniem besloten. Dan ga ik naar agenda punt 4. Bestemmingsplan actualisatie Vroomshoop. Woongebied partiële herziening Zwalse kanaal 2. Wens iemand een stemverklaring? Wens iemand stemming? Dat is ook al dus unaniem besloten. Dan ga ik naar agenda punt 5. Bestemmingsplan Frieseveen lintbebouwing en centrumgebied partiële herziening Meester Kunstweg G3526. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dat is ook al dus unaniem besloten. Dan ga ik naar bestemmingsplan Daarlesweg 6 Den Ham. Wens iemand een stemverklaring? Wens iemand stemming? Dat is ook over dit voorstel unaniem besloten.
Dan ga ik naar bestemmingsplan Frieseveen Lintbebouwing en Centrumgebied Partiële Herziening Oosteinde H803 en H1559. Wens iemand een stemverklaring? Wens iemand stemming? Dan is al dus besloten. En dan ga ik naar agenda punt 8. Wijziging verordening op de Vertrouwenscommissie Gemeente Twenterand 2019. Wens iemand een stemverklaring? Wenst iemand stemming? Dan is al dus unaniem besloten. Dan zijn we bij agenda punt 9 en dat is de sluiting van deze raadsvergadering.